Italië hebben ze ook wat moeite met racisme. Hè? Black Friday hadden ze ervan gemaakt vandaag. Hadden ze Smalling van AS Roma tegen Lukaku van Inter tegenover elkaar gezet op de voorpagina. Maar dat was niet, dat was de bedoeling om dat toch om het wel op een goede manier uiteindelijk te brengen, dat die jongens voor hun toch? Ja, maar dat kwam niet helemaal goed over. Nee, goed, maar als je zoiets schrijft in een krantenkop met de beste bedoelingen, dan kan het toch nog helemaal verkeerd overkomen. En we zijn met z'n allen natuurlijk een beetje overgevoelig aan het raken. Hè? Want bij Ajax hadden ze pakjes ergens in een Sinterklaas iets gezet. Ja, ook in een soort social media gebeuren. En ja, dat betekent in het Engels weer. Dat mocht ook alweer niet. Nee, dat had te maken met het feit dat pakjes in het Engels dan als Aziaten worden weggezet. Ja. En die ging het over de pakslaag die ze hadden gegeven aan verschillende clubs in het verleden. Nou ja, als wij ons overal aan zouden houden en overal onze oren naar zouden laten hangen, dan konden we deze tafels in Nederland wel afschaffen. Maar anders had je op één gestaan waarschijnlijk in die top 100 van de machtigste mensen in de media in Nederland. Leg mij eens uit waarom John de Mol 1 staat en ik 20. Ja, ik snap het ook niet, ook gezegd. Ik bedoel, wat hier aan deze tafel gebeurt. Wat heeft hij meer dan ik buiten geld? Nou, dat vooral, denk ik. Maar en het feit dat hij natuurlijk iedereen in de zak heeft, behalve jou, hè? Dat is voor de duidelijkheid. Nee, behalve deze tafel. Behalve deze tafel, inderdaad, ja. Maar Johan Derksen op plaats 20, daar staat hij. Hey, ik had er nog nooit van gehoord. En 80% van de mensen die erop staan, die ken ik niet. Oh, ja. Gaat het? Ja, natuurlijk. Ja, ja? Download nu de Veronica Insight app en dan zien we elkaar daar.